Hoi, ik ben Jan Rudolf de Lorm, museumdirecteur van Singularen. En eerder vertelde ik dat ik het niet leuk vond dat ik in een leeg museum stond. Tussen de schilderijen waar niemand eigenlijk van kon genieten, behalve ikzelf. En dat komt natuurlijk door de coronacrisis. Alle musea zijn dicht. En nu ben ik ook heel verdrietig en boos, want misschien hebben jullie het wel gezien op het nieuws. Er is uit ons museum een heel mooi schilderij gestolen. Een schilderij van Vincent van Gogh. En hij heeft de tuin van de parochie, van het kerkje waar zijn vader dominee was, heeft hij geschilderd. De parochietuin in Nuenen. Dat schilderij, daar gaat het om. Dat is nu weg. En dat was een plek waar hij heel erg van hield en die hij heel graag schilderde. Daar werd hij blij van. Nou, ik denk dat het een goed idee is voor jullie om misschien ook je tuin, of anders een hele mooie plek in de buurt buiten, om die te schilderen. En ik sta voor een schilderij toevallig van Jacob Dooijewaard, die naam is niet zo belangrijk, die ook een hele mooie bloementuin heeft geschilderd in een huis, bij een huis in Noorwegen. En dat heeft hij gedaan met allemaal stipjes gekleurde verf. Nou, het is maar een voorbeeld, maar er zijn ongelooflijk veel mooie plekjes in de natuur op dit moment te schilderen, te tekenen, of het nou met viltstift is, of met krijt, of misschien te fotograferen, op het moment dat alles weer gaat groeien en bloeien. Ga daar eens naar kijken en maak er iets moois van.